Reutje 4 maand, mooi donker oog, innemende uitdrukking, fraaie aftekening, scharend gebit, uitmuntende ooraanzet en oordracht, fraaie toplijn en staartaanzet, actieve staartactie, harmonieus gehoekt zowel voor als achter, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, fraaie boon, fraaie voeten, mooie vacht, mooie glimmende vacht, hondje gaat heel vrij door de ring, leuke combinatie, hondje in balans. Het commando hand is gegeven en dan is de bedoeling dat de hond dus vrij waarschijnlijk gaat zitten. De volgende hond. Daar gaat hij, kijk. Hop, ziekenee. En is er door. En daar komt de volgende. Kijk. Hop, ziekenee. U ziet het en vindt het leuk en wil wel weer. En daar komt de volgende. Vindt het leuk, gaat weer meteen terug. Was veel te gezellig aan de andere kant. En daar is hij weer. De hond is aan de achterkant. Het vrouwtje een beetje aan de zijkant. Kenzo, ja, handen buiten, handen buiten, handen buiten. Hier. Hier is hij anders, hè? Ja, deze kant, deze kant. Kom aan, kom aan. En u ziet het, de tweede keer gaat. Femke Schuurman aan hem, verdedigingshond. Jon Kessius, onze materiaalman. Sander Nooi uit Zelm, ook met een verdedigingshond. Ga je gang, jongen. Juist. Dank u voor het applaus. In tussentijd staan wij onze helper even aan te kleden. En voor die mensen moeten we toch wel een bloedrespect hebben, moet ik eerlijk zeggen. Het pak wat Herman draagt weegt in zijn totaliteit toch gauw 35 à 40 kilo. Jari is inmiddels zover dat hij bezig is met het behalen van het certificaat objectbewaking. Daarbij gaat het transport nog even aan een stukje praktijk gelinkt worden. U ziet de verdachte is van liggen. Hij zal overeind geholpen moeten worden, zonder dat die hond bij het uitgaat. Ja, die heeft er zin in vandaag. Hij weet waar hij van komt. Goed, de verdachte staat inmiddels. En de verdachte wordt op transport gezet. En hij hoeft maar met de oogleden te knipperen. En Jari zegt, hier blijven, vent. We kennen Herman. Herman die probeert altijd de bewijslast een beetje te verdonkeren manen. U ziet dat hij de bewijslast onder de arm droeg. Een grote steeksleutel in dit geval. Herman laat hem vallen en Jari pakt hem op en zegt tegen de baas, volgens mij moet je deze ook meenemen. Heel goed, heel goed. En kijk even goed. Let op de linkerarm van de pakwerker in dit geval. Daar komt de sleutelbos onder vandaan zometeen. De hond die stopt, pakt de zaken op, komt keurig netjes, blokkeert die helper, komt bij de baas, biedt de sleutels aan en dat ook nog in de juiste volgorde. Dus even kijken of hij hem verleiden kan tot het aanpakken van zo'n stukje worst. U begrijpt dat lang niet iedereen die een worst aan een hond aanbiedt daar altijd even goede bedoelingen mee heeft. Het is dus niet de bedoeling dat de hond op een bedrijventerrein ligt, daarvoor de bewaking aan de gang is en vervolgens vergiftigd wordt omdat de rookworst toevallig is ingespoten met een of ander gif. Nee. Herman die loopt er even langs en die denkt ik schat de situatie eens even in. Eens even kijken wat ik kan flikken bij die hond. Die fiets is voor mij vandaag. En Jari vond daar wat anders van. Er ligt een kleine attaché-koffer op de grond. De Duitse herder Wodan ligt er bovenop. En aan Herman de taak om hem op te pakken, wou ik zeggen. Wat
En zodra de helper zich verwijdert van het voorwerp, lost de hond ook weer en gaat hij zelfstandig terug liggen op dat voorwerp. Om maar te voorkomen dat Paco het fout aanleert, blijft ze erbij staan. En zo kan ze de hond prachtig sturen. Nou, heel veel sturing heeft hij niet meer nodig. En u ziet het, ook voor de jonge pups. Keurig netjes, de helper even op één knie. Maakt de hond niet al te gek, zorgt dat hij goed kan bijten. En niet dat hij enorm veel moeite moet doen om te blijven hangen. Herman gaat even overeind staan. Ja! Deel! Kom maar! En raak is raak. En dit is dan nog maar een pup van een jaar. Ik mag eigenlijk geen pup meer zeggen van Sander. Het is toch echt zo. En hier komt ook die transporteeroefening weer in terug. De vent is aangehouden. U ziet dat Sander een heel iets andere positie aanneemt als in de oefening van net. En zowel op de bovenarm als op het bovenbeen. Vast is vast. En kijk naar het staartje. En ik vraag u, zou die dit een leuk spelletje vinden? Wat denkt u? Nee! Nee! Dat laatste stuk kan sportlopen, dat doet hij helemaal zelfstandig. En vloeren doet hij ook. Een volle krachtige beet op het onderbeen en Herman die heeft geen enkele intentie meer om nog een metertje te lopen, dat geloven. En u ziet het hier ook, die impact op die hond, wanneer die verdachte zich naar voren blijft bewegen, die is mega groot. En dan gaat hij onderweg naar de surveillancewagen en onderweg naar de gevangenis. Tenminste, dat mogen we hopen, Herman. Blijft hij in de rechte lijn lopen en plaatst hij de aanval aan de achterzijde. Hou de honden goed bij u, alstublieft. Er wordt aardig wat geschoten, dan komt hij nog een keer. Ja, ja. En dat noemen we de kracht van de centrifuge, toch? Goed gedaan om even naar het te kijken. Met mijn jonge paard op anderhalf jaar. En ook daar zitten we. Amplitie! Herman, uitgeput? Helemaal. Nou, ik krijg. Nou, 10 achter elkaar. Normaal doe je er 5 en dan kun je pauze houden. Maar nou, ja, voor het publiek moet je dat aan de gang houden. Hè. Doe je dit al lang? Bijna 8 jaar nu. 2006. Dan was ik, ja, broekie. Nu ben je door verschillende honden aangevallen. Welke hond heeft jouw voorkeur? De Hollander. Holland is fanatiek, is toch blij. Laat toch een beetje blijheid zien. Maar Duitsers zeggen doden. Je bijt je liever nog verrot dan. Mechels herder? Mechels is wilde. Dat zie je aan dingen. Die is heel druk altijd. Maar de Hollander vind ik fijne bijten dan. En bijten ze, heb je nu nog bonte plekken? Of, Ja, ze hebben net naast kap gebijt. Daarom zeg ik ook los in de hoek daar. Ja, kun je wel laten zien, maar. Dan bijt hij er net even langs heen en dan koopt hij met tanden in je. Ja. Dat is net boven de kap geweest. Ja. Kom naar boven de kap gebeden. Wie? Ja, dingen liggen in de hond. Daarom ging je liep vallen met de fiets. Maar je hebt het er graag voor over. Ja, oh ja, doet nog steeds met plezier. Bedankt. Ja, alsjeblieft.